En Midas erbij, kutzooi. Oh, hij heeft zo op zijn handen, hij heeft zo op zijn handen. Oh, tyfus, nee. Nee, beter doet hij niks. Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zitten wij op Frunsky Games met mijn allerbeste vrienden G8L, G8A en T8L. En deze guy, maar ik kan beter niet zeggen wie dat is. Ja, wij gaan dus een tutorial laten zien hoe je uit de Frunsky Games map glitcht. En er is momenteel geen admin of iets online, dus we kunnen er niet doorgestopt worden. Dus G8L, laten we beginnen. We zijn met jouw glitchers. Vorige keer is het ons ook gelukt, alleen nu is er iets gepatcht ofzo. Dus we moeten het nu via een andere manier doen. Oké, G8L, doe jij het maar als eerst. Nou, zoals je ziet, G8L komt uiteindelijk wel weer naar boven. Al het water is weg. Zijn water glitcht een beetje. Oh, hij wordt gewoon getapeed door staf. Nee, dat wil ik niet. Maar het is zeg maar, eerst kon je gewoon via dit water naar boven zwemmen. Maar ja, dan word je hier geglitcht en kom je niet meer verder. Dus je moet jezelf naar boven bogen via deze lijn en dan kom je er wel. Dus hoe je water plaatst, je gaat een beetje afstand. Je plaatst het zo. En je moet wel een paar blokken tussen zitten om het te plaatsen. Oké, die nog. Ik zou wel je gear aan doen. Ja, ik doe ook even mijn gear aan. En dan boog je in één keer door totdat je er bent. Oké, let's go. Alright. En dan moeten we deze kant op. Die moderator volgt ons ook gewoon. Die vindt het helemaal prima wat we aan het doen zijn. Oh, die sloopt hier de map ook. Oké, dan volg ik jou nu. Ja, we hebben deze blokken nodig. Oh ja. Oké, jongens, dan moeten we aan de bouwer geven. Nou, ik denk dat geen geld dat nu is. Nee. Oké, geef de blokken maar aan Sin. En dan komen we hier net zo lang terug totdat hij genoeg blokken heeft om naar de andere map toe te bouwen. Dus, let's go. Hoe vaak moeten we naar hem toe gaan? Ja, ik weet 10 stacks hebben we. Nou, ja, 10 stacks hebben we genoeg. Willen we ook nog naar de Red Rover toe gaan, of dat niet? Dan hebben we wel iets meer nodig. Sorry hoor, ik hoor die niet. Hoeveel stacks heb je? Ik heb nou 15 of 14. Nee, niemand probeert het. Niemand probeert het, niemand lukt het waarschijnlijk. De apie lukt het ook niet. Yo! Hij probeert beste het, kijkers! Partner, de apie lukt het niet hoor. Oké, laten we gaan. Yo. Oké, we hebben wel genoeg blokken nu. We moeten eerst helemaal naar de Southeast Corner. Je wou naar de RR map, right? De nieuwe of de oude? Volgens mij de nieuwe. Ja, ze zitten beide naast elkaar in Gerlof. Oké. We komen eerst langs die no-debuff arena. En daarna gewoon een stukje doorbouwen. En dan komen we bij de andere arena. Oké, wacht, niet in elkaar gaan staan hier. Fuck, die mod gaat meelopen, hè? Die mod loopt mee, hè? Oh, dat is wel admin online. Oké, wacht, we moeten die kant even op. Oké, kom heel snel over mijn bruggetje heen. Ja, als die spijkerpoepen gaat floten, ik word echt gek. Oké, let's go. Even snel een vuiliger stukje. Oké, ik stel mee, hè? Ja. Ja, ga daarheen. Oké, is iedereen er? Ja. Oké, Jorg, je kan gaan bouwen. Gewoon die kant op, straight up south. En dit gaat nog wel even duren. Nou jongens, dan bouwen we dus nu een heel nog stuk. Een helper. Staf doet lekker mee. We gaan naar waar? Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar de Red Rover Arena. Dus jongens, we bouwen nu. De blokken die verdwijnen steeds achter ons. Dus we moeten wel lekker doorbouwen. Ja, als ze mij maar niet hitten. Ja, maar dan is het gewoon Steph abuse, hè? Want dan te payen dan. Admin is erbij. Kutzooi. Oh, hij heeft zijn handen. Tyfus, nee. Nee, beter doet hij niks. Wacht, ga ze allemaal uit Mumbi? Ga allemaal eens uit Mumbi? Oh, wat de fuck? Hij wou het gewoon hitten. Hé, hij is er gewoon weer. Maar wacht, ga eens weg en echt wel kill hem. Hey. Hij tp't gewoon weer, hè? Als hij Yorker afslaat, dan zijn we fucked. Hé, hey, ik word ook gehit. Niet hitten, jongens. Help achter je. Zo. Oh. Wat gebeurde daar? Hij tp't.
Jongen, ik vind het ook gewoon irritant dat ze gewoon door... Jongen, die Fox ging ze gewoon weer... Jongen, opgetiefd. Oh, jongen. Weg met alles. Nee! Ik ben er al. De P, geen achtel. Oh, geen achtel, lul. Hé, hey, even serieus, die stap van mij gaat... Nee, het is goed zolang ze Jorg niet killen. Ja. Oh, ik word echt para, jongen. Kijk, man. Spijkerpoep gaat zo meteen allemaal zombies of zo achter ons spannen, net zoals Blazer. Wedden? Ja, even serieus, beter niet. Oh, Jorg. Jorg, bouwen! Jorg! Bouw! Kijk uit! Ja, bouwen, wat doe je? Jorg! Bouw! Bouw je! Snel! Kom. Jezus. Gast, die staf heeft ook niks beters te doen, hè, dan ons spek vechten, man. Kijk, het hele stafteam hier, man. Hey. Die staf is ook noob, hé. Vallen gewoon beide dood omdat ze op het randje te pijn. Hij negeert het. Oh, dit is by the way de andere in arena. Op geld of niet vallen. Hey, die mummy hit mij eraf, flikker op. Oh, nee, bouwen! Oh, door. Die gaat fout. Echt, jongen? Ja, nu hebben we geen fucking blokken meer. Nee. Zeg tegen de mot, anders gooi blokken. Geef ons blokken. Gooi ja, zeg blocks, tegen de mot. Geef geen achtel blokken. Geef geen achtel bloks. Jongen, die staf is zo hinderlijk, hè? Nee, foei. Oké, iemand anders moet zo meteen. Echt, jongen. Oh, die shit is zo erg, dit. Iemand, ga ready staan om te bouwen. Ik bouw. Oké, wacht, hè. Nu, je moet. God. Wow. We zijn er. Oh, die gast moet opstaan, opflikkeren met slaan, man. Sukkelstaf. Maar moet even zeggen dat hij moet tp'en. Vraag even of je wordt getp'en. Je moet dadelijk niet naar de meest zijkant bouwen, want daar kan je niet bouwen, zeg maar. Brr. Dus dadelijk moet je voor jou naar rechts, Gerlof. Oké. Zo, hier naartoe? Ja, je kan nog verder achteruit, hoor. Ja, ik kan hem achteruit, kan gewoon. Zo? Ja, nu helemaal achteruit, ja. Hey, 10 blokken nog. Iemand moet overnemen. 10. Ja, ik kom zo. Ik heb weer blokken. Okay, ja. 2. Overnemen. Ja, als iemand overnemen. Ja, je moet op een randje gaan staan, want anders, je kan niet verder naar de zijkant bouwen. Je hebt gewoon gratis 3 kills, hè, door die stuff. Oh, dat wordt kut, Kevin. Kevin, daar kan je niet verder bouwen. Kevin, daar kan je niet verder bouwen. Allemaal hierop. Ik kan daar niet verder bouwen. Dat hebben ze ingeschakeld. Hij moet even een gat hierin maken. Ja, of... Maak er een gat in. Gewoon, gun ons een gat. Ik weet niet wat jullie roepen, hoor. Maar ik kan hier gewoon bouwen. Ja, maar als je verder aan de zijkant gaat. Als je verder aan de zijkant gaat, dan kan je niet verder bouwen. Blijf jij blokken, Sin. Blijf blokken, joh. Gewoon spring. Zoals je kan. Ik heb verbouwd gewoon precies de alle verkeerde kant op en flikker. Kut. Bouwen, boys. Kan niet. Terug. Ik had het niet. Riep, joh. Hey, jongens, ik ben lekker boven jullie, hoor. Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn. Ja, ik woon er ook naar boven. Met water, of? Je kan gewoon half omhoog bouwen en dan gewoon blokglitch. Kan je ook een beetje. Wacht, ik ga weer bogen. Want je kan ook gewoon een heel groot deel bouwen. Yo, snel gaan. Ik heb mijn water hier neergezet. Stoffertje. Ik ben ook boven. En daar moet je ook nog op. Even vanaf waar. Ik ben gewoon boven gebouwd. Oh. Ja, je kan gewoon half naar boven bouwen. Ja. Ja. Je kan bloklistje proberen. Dat is gewoon water. Kan iemand mij wat blokken geven? Water is weg. Mijn water is weg. Dan met lava. Ja. Okay, nice. Of ik. We need TNT. Kijk, beta abused Ux. Ja, zo lief. Ik ga deze kant even omhoog. Oh! Oh, dat kan hier niet. Oh. Ik ga weer terug. Spijkerpoeken. Ja. Oh. Achteruit, zeg. Eén keer. Oké, achteruit. Als die TNT gaat doen, hè, die jongen. Oké, ik neem wel even afstand, hoor, want dit... Oh, wacht, ik ga er... Oh, wacht, nee, dat kan je niet. Achteruit voor een paar blokjes weghakken. Hoezo, achter? Ja, mag het? Yo! We zijn er!
Oh, easy. Ik kan hier uitkomen. Ja, ik kan eruit. Ja, je kan er easy uit. Ik heb er zit ook gewoon een gat. Oh. Ik heb water van één waterbucket, please. Wacht, jongens, ik ga lekker op de troon zitten. Oh, hey, Gelf, kom eens in die bij de teams kan. Kijk eens, kom eens hier. Ja. Kijk, ja. Weet je hoe we nou de hele tijd boven kwamen bij jouw event? Nou. Helemaal niet bij jou boven. Waterglitje. Waterglitje hierop. Ja, wij deden zelfs toen ze het probeerden te patchen en toen dachten ze, ja, het kan niet meer en toen lukte ons toch nog. Het werkt niet meer. Nee. Nee, nu niet meer. Je hebt buckets van mij. Je moet een bucket van mij. En ik kan geen water. Nou, zullen we gewoon een Red Rover nu doen? Met de mensen die er zijn. Ik zit lekker op de troon. Ik blijf daar. Oké, jongens, kom hier even een rijtje. Kijken hoeveel mensen er zijn. Gaan we een Red Rover doen om af te sluiten. Staf doet mee. De staf kan altijd nog wat extra te vinden. Oké, wacht, dit is goed zo. Oké, wacht, kom erbij, je op de troon staat. Spijkerpoepen doet ook mee. Beter komt ie. Oké, blijf daar staan. Oké, spijkerpoepen, doe je mee. En een geertje. Oké, beter? Nee. Nee. Oh. Oké. Nou, wordt dan 4 tegen 3. Andere teamcaptain ben jij. Oh. Oké. Ja, even keer iemand anders. Oké, jij bent blauw en ik ben rood. Maar rood kan niet opengemaakt worden. Oké. Hier, dan zeg ik... jouw vriendjes mogen jou joinen en Staf die joint mij. Dus Staf, kom maar mee. Oh, ja. Hey. Nee. Oké. Okay. York. Nee. York. Oké, wie zet je als eerst in? Ja, York, als je nu hier toch staat. Ja, York, doe maar. Ga maar, York. Okay, ik kies Mimby. Ja, York. Mimby, jij bent. York. Oké. Go. York. Vaag de York. Ik was met Peter. Oh. Hé, niet op mij, gast. Oké, dan gaat hij dan. Au. York tegen Mumbi. York, go tryhard. York. Oké, ik ben benieuwd of Mumbi deze gaat winnen. Kom op. Man. Lekker, Mumbi, nice. Toen weer, jij bent aan de beurt, totdat jij verstopt. Begin. Geen echt haar, jij moet. Geen echt haar, go. Oh, nee, ik... Maar hij is de... Oh nee, laat maar, geen echt haar moet. Nee, Tegtel. Nou, kies jij wie je moet. Ja, Tegtel. Ja, Toen, Jesner, go. Jesner. Jesner, toe, ga. Oh. Is een lava. Speel Vito. Oké, nu mag Mummy weer. Kevin. Godverdomme. Oké, let's go. Je wordt een spannende fight, hè? Mummy wordt gecomboed. Geen ons goed een glitchje, ook in PvP. Oh. Mumbi verslaat, hè? Of niet? Nee, Mumbi pakt die ook een comeback. Oh, Mumbi speelt safe. Die lava stresst mij af en toe zo hard, hè? Holy shit. Spannend is dit, man. Oké. Alright. En dan moet Dreyfix. Ja, zou ik dan maar gaan, Kevin? Nee. Oh, ga jij? Oh, hij komt ook gelijk. Ja, Captain moet als laatst. Je denkt later met die stuff, nu kan ik ze terugpakken.
Oké. Okay. Alright, nu moet je tegen de baas. De baas. Oh, what the fuck, wacht. De baas heeft honger. Is een nieuw PC. Ja. Zit een rol dat ook aan, moet ik hebben. Doe nou, je weet dat ik niet kan bouwen. Oké, okay, super scheef. Oké. Okay. Oh, laat dit. We komen wel weer om. Oké, Gerlo, laten we stoppen met die bow. Oké. Okay. Je hebt echt geen fucking KB. Ik ben KB Pro 9000. Druk random op E. Hoeveel caps heb jij? Hoe kom jij in extra caps? Ik heb kills gepakt, hè. Toen we op die brug zaten. Hey, what the fuck? In één keer lag, maar ja, GG. GG. Smoesjes. Nou, Ivan, je hoeft hem niet eens meer. Nee, dat vind ik prima. Oké, jongens, kom spam. Oké, mensen, deel ons dus de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Hoe wij naar de Red Rover map zijn geglitcht. Wel een beetje hulp van de staf, maar ja, dat is hun keuze. Maar ja, je kan ook gewoon, als je ongeveer die richting opbouwt, naar de andere map toe gaan. Maar dan had je de vorige video moeten zien. En dan dikke credits naar G8L en zijn glitch gang. En dan zien we jullie wel snel weer bij een volgende video. Later.